Jochem, 1-0 nederlaag bij de treffers. Is het dan nog toe typerend voor jullie seizoen hoe die 1-0 tot stand komt? Daar zit wel een kern van waarheid in, ja. Het was natuurlijk op een moment dat we niet echt in de problemen kwamen. Alleen ja, er wordt al dan niet een overtreding gemaakt op Tom Oostinje in de as van het veld. En waar die twee keer, het wordt niet onderkend door de scheidsrechter, nou dat kan. Maar waar die eerder twee keer gewoon een counter van ons afblaast, terwijl er geen sprake is van een hoofdwond of wat dan ook. Ja, laat hij nu wel doorspelen. En dan ook nog een persoonlijke fout. En dan vervolgens, ja, dan ziet onze keeper er niet goed uit. Dat mogen duidelijk zijn. Ja, en dan die tweede helft, veel strijd, maar dan zit het ook niet echt mee. Nee, kijk, we moeten eerlijk zijn. Hoe we momenteel spelen is in eerste instantie zorgen dat we geen goals tegen krijgen. En dan kijken met snelle mensen wat we natuurlijk in de omschakeling kunnen doen. Nou, je zag al in de eerste helft dat we wat brutaler werden. Dat we wat meer vooruit gingen spelen. De tweede helft deden we dat nog iets meer. Ja, en dan moet je ook een beetje het geluk mee hebben. Maar we moeten niet doen alsof we natuurlijk heel veel afgedwongen hebben. Daarentegen hebben we ook niks eigenlijk weggegeven op denk anderhalve kans. Dus het was eigenlijk een wedstrijd met heel veel strijd en weinig kansen. Goed, wat tot tevredenheid stelt stemt is dat we mentaal, denk ik, in tegenstelling tot vorige week goed overeind zijn gebleven. En toch met een klap zo vlak voor rust. En de tweede helft, ja, we er alles aan gedaan hebben om hier nog een resultaat te halen. Dus wat dat betreft een compliment aan de groep. En nu wordt het zaak dat we met name in de tweede helft, als de ruimtes wat groter worden, dat we ook wat zorgvuldiger aan de bal worden. Ja, en natuurlijk zaak dat je zo snel mogelijk uit de hoek waar de klappen vallen komt. Ja, maar dat gaat niet vanzelf. Dan moet je eerst zorgen dat je je zaak op orde hebt. En zeker ook niet meer van die individuele fouten maken. Want dan blijft het natuurlijk heel erg moeilijk. Je ziet, en zeker in de speelwijze waar we nu voor kiezen, dat je niet heel veel kansen creëert. Dus ja, dan is zijn goals op momenten dat je eigenlijk gelijkwaardig bent of in ieder geval niks weggeeft. Ja, die zijn dan natuurlijk wel pijnlijk. Ja, dan volgende week uit bij Spakenburg. Als daar dan een resultaatje gehaald kan worden, dat kan misschien een opsteker zijn. Maar Spakenburg is ook niet makkelijk. Nou, ik vind het niet zo'n hele bijzondere ploeg. Nee, dat is een gekkigheid. Nee, natuurlijk is dat een lastige tegenstander. We zullen gewoon onze stinkende best moeten doen. En ja, nogmaals, we hebben bij Kazakken Boys aangetoond dat we heel goed vanuit de organisatie kunnen spelen. Ik vind dat we dat vandaag weer gedaan hebben. Ja, dus dat zal ook volgende week moeten. Want ja, individuele kwaliteit natuurlijk, die is daar wat meer aanwezig. Dit is weer een basis waar ze dan zo mooi zeggen dat je ermee mee verder kan. Maar goed, volgende week krijgen we een kwalitatief nog betere tegenstander. Dus we zullen zien. Ja. Heel veel succes, ook de rest van het seizoen. Dankjewel.